Termen is Suriname overgestapt naar het gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. Dit maakte Dave Abeleven, directeur Energieautoriteit Suriname, EAS, bekend tijdens een vanmorgen gehouden persconferentie. Met het oog op de huidige ontwikkelingen in de olie- en gassector is het volgens Abeleven belangrijk de samenleving en belanghebbenden te blijven informeren over de huidige stand van zaken. Een van de belangrijkste contributors, een van de belangrijkste sectoren die bijdraagt aan broeikasgas, oftewel de emissies van broeikasgassen, is met name de energiesector. De discussie wereldwijd is daarom ook alarm dat er meer gedaan moet worden om die overschakeling te maken naar renewable energy resources. En dat geldt dus ook voor Suriname natuurlijk. Aan de ene kant zijn wij uiteraard niet de veroorzakers van de opwarming van de aarde. Daarover is ook al heel veel gezegd. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk als land ook die commitment gemaakt. Orlando Ollenberg, vertegenwoordiger van Suriname Energy Chamber, zegt dat om dit doel te bereiken er veel projecten zullen moeten worden uitgevoerd. Een van deze projecten is het voorzien van ongeveer 200 dorpen van hernieuwbare energiebronnen. En dat betekent dat je gaat moeten investeren. We praten dan over bijna ongeveer 40 megawatt die je bij zou moeten zetten aan zonne-energie over het gehele land. Daarvan kunnen bedrijven profiteren, want in principe bij zonne-energie koop je stroom in voor de eerstkomende 20 tot 25 jaren. Maar er zijn een aantal dingen die nodig zijn om dit soort projecten uit te voeren. Er is finance nodig. Daarom hebben we de IDB, de CDB, hebben we een aantal organisaties aan tafel, financiële organisaties aan tafel, die met ons gaan nadenken. Welke injecties moeten we geven aan de private sector, zodat wij ervoor kunnen zorgdragen dat ze daadwerkelijk kunnen gaan, hun bijdrage kunnen leveren aan de transitie waarover we praten. Ollenberg stelt verder voor dat voor de toekomstige projecten er liever met Surinaamse bedrijven wordt gewerkt.